Terwijl mijn koffiezetapparaatje lekker aan het pruttelen is, uh, sta ik hier voor een pallet met Quinta do Cardo. En dit is ook zo'n wijn waarvan ik dacht van hé, Hoe kan het dat we deze nog nooit in het wijnabonnement hebben gehad? Um, want echt een van mijn favorieten, afgezien van het huis, ook de wijn. Een fantastisch glas wijn. Quinta do Cardo komt uit het noorden van Portugal. Net onder de douro vallei. Dus de vallei waar. Port gemaakt wordt, die heeft het stuk wat het meest tegen Spanje aan ligt, dat heet de Douro Superior. Dat is allemaal met een helling, een beetje gelijkenissen met de, de Moesel, wellicht, mensen die daar misschien een keer geweest zijn. Uh, maar daaronder ligt een regio, de Bayern Interieur. en daar ligt een kleine subregio in, dat is de Castello Rodrigo, en die ligt tegen die Douro Superior aan. En dat is een beetje meer een plateau, dat ligt heel plat, hoog plat. Een Prachtig uh, wijnhuis met prachtige wijngaarden. Uh, en daar ligt dus Quinta do Cardo. En Quinta do Cardo is een wijnhuis waar ze 100% biologisch verbouwen. Nou wordt dat meestal 100% gedaan. Maar hier ja, hebben ze toch ook naast het biologische stukje. Ja, werken ze met eigen imkers. Ze, uh, ze gaan niet met harde materialen door de wijngaarden heen. Dus hè, niet met oogstmachines of dat soort dingen. Ze ploegen om met paarden. Alles wordt met de hand geplukt. Dus het is ja, biologisch in optima forma. Gemaakt van drie uh, druivenrassen, drie tussen haakjes, typisch Portugees druivenrassen. Het is Turica Nacional, Turica Franca. En Turica Franca is eigenlijk een, ja, een, een kindje van Turica Nacional, dat is een, een, een kruising. En Tinta Roriz, En Tinta Roriz heet in Spanje Tempranillo in het noorden van Portugal Tinta Roriz. Dus dezelfde druif, ander naampje. De wijn krijgt 9 maanden houtopvoeding. Dus 9 maandjes op Frans-Eiken vaten. En dan merk je al dat die Turika Nationaal zich niet zo laat uh, ja, afschrikken door houtgebruik. De smaken zijn vol, rond, puur. Uh, en daar bedoel ik mee dat je dus in de geur heel veel. Uh, ja, fruit hebt, zwart fruit, uh, toch een beetje rood fruit, maar ook veel kruidigheid. Dus je hebt wat kaneel, wat nootmuskaant, wat balsamico-achtige tonen. Fantastisch glas wijn, mooie frisse zuren. Uh, het heeft ook veel vijgenachtige geuren en smaken. Beetje vijgenchamp, tot juist ook weer wat meer het frisse-achtige vijg. Uh, ja, en een fantastisch wijn die zich heel goed leent voor uh, ja, gerechten met tijm of rozemarijn, een stukje vlees met wat tijm roze rozemarijn. Uh, overschotels, uh, gegrilde groentes, dus gegrilde courgette, gegrilde aubergine. Uh, gewoon een lekker stukje ham, uh, dus uh, Parma, uh, Iberico ham. Echt een fantastisch glas wijn. Dus Quinto Ricardo als je... Voor de grap: het wil zien, Quinta Ricardo invullen op YouTube. En dan zie je een beetje gesteld, maar wel leuk filmpje: van hoe dat er daarbij ligt en hoe ze daar wijn maken. Dus een van de rode wijnen in het wijnabonnement. Geniet ervan.